Ik sta hier bij het schilderij van Frederik Hendrik Pont. Een olieverfschilderij dat wij uh, na acht jaar hebben kunnen duiden. Uh, wij hebben dit schilderij al in bezit uh, sinds 2011 en het heeft al die tijd in depot gestaan. In een veel slechtere omstandigheid dan u nu ziet. We hebben het kunnen identificeren door een bijzondere gebeurtenis. Uh, er werd op een zeker moment. Werden wij gebeld door uh, de grote kerk, de stichting uh, Kerkelijke Monumenten Edam? En uh, daar vertelde men dat er twee fotoportretten gevonden waren bij het leegruimen van de zolder van de libreien. Uh, dat bleken fotoportretten te zijn van de familie Pont, uh, de heer Frederik Hendrik Pont en zijn vrouw uh, Alida Maria van Bommel. Die beide fotoportretten die deden. Uh, de, de identificatie van dit schilderij uh, versnellen. We waren er tot op dat moment van uitgegaan dat het hier ging om een uh, portret van uh, Multatuli. Uh, maar dat, uh, daar werd aan getwijfeld, maar we wisten ook niet echt wie het wel was. En bovendien, uh, het schilderij was uh, gemaakt door een zekere EFK van Elten. Uh, dat deed ons ook niet uh, direct een belletje rinkelen. Tot aan het moment dat we in Alkmaar uh, in 2015, uh, bij een mooie tentoonstelling van de Kruseman uh, familie de Broeders in de Romantiek heette het, uh, daar een... Naam tegenkwamen, uh, namelijk Elisabeth Frederica Kruseman van Elten, die twee portretten van haar beide ouders geschilderd heeft. Uh, deze uh, kunstenares uh, deed het kwartje vallen, want uh, die EFK van Elten moest dus uh, deze Elisabeth zijn. Uh, vervolgens bleef dan toch nog de vraag: wie is het? Uh, dat antwoord dat kwam dus. Vanwege het moment dat de twee foto's van de familie Pont uh, gevonden werden. En uh, we konden uh, door uh, de duidelijke gelijkenis van uh, meneer Pont, konden we vaststellen dat het hier dus gaat om Frederik Hendrik Pont, de oudste zoon van William Pont. Frederik Hendrik Pont. Het was statenlid, uh, raadslid en uh, hij was voornaam rijk en gezaghebbend. Uh, dat betekent dus dat we uh, het hier hebben over een uh, voornaam Edammer, die uh, uit ook een, een, een regentenfamilie uh, stamde. En uh, vooral een uh, lange uh, geschiedenis uh, heeft uh, die familie uh, hier in Edam gekend. De verdiensten van uh, Frederik Hendrik Pont zijn er uh, vele. Hij heeft veel voor Edam gedaan. Hij stond bekend als een. Kunstminnende man. Uh, hij was ook een verdienstelijk amateurschilder en uh, amateur muzikus. Zijn rijkdom heeft hij uh, vooral kunnen uh, verdienen in de houthandel. Hij was uh, houtkoper en houtreder en hij deed dus uh, houthandel voor de scheepvaart, de scheepsbouw in, uh, in Edam. Pont is op dit schilderij uh, waarschijnlijk uh, zo omstreeks 35 jaar. Uh, hij is geboren in 1840, en dat houdt dus in dat uh, we hier kijken naar een, uh, een maaksel van uh, omstreeks 1875. Uh, in 1876 werd het Noordzeekanaal uh, geopend. En uh, Pont en zijn een neef Willempont waren de beide topmannen van het, uh, van het houtkopersbedrijf. En zij hebben uh, de plannen opgevat om het uh, houtbedrijf van. Edam naar Zaandam te verplaatsen. Daar uh, bestaat het nu nog. Daar is het nu nog. Men heeft toen in uh, die tien jaar vanaf 1876 heeft men een uh, compleet eiland in het Noordzeekanaal gekocht. Dat heet nog steeds het William Pont-eiland. En daar is ook nog altijd gevestigd het uh, bedrijf Pont Meijer, dat tot nu toe nog steeds de grootste houthandelaar van Europa is. Het moet zo zijn dat de foto die ontdekt is in de libraeën van de grote kerk in Edam, uh, dat die dateert uit dat jaartal ongeveer. En dat later uh, de schilder uh, aan de hand van de foto dit uh, fotoportret, uh, dit olieverfportret heeft uh, vervaardigd. We hebben het gehad over de vervaardiger van het uh, olieverfschilderij van Frederik Hendrik Pond. En dat is Elisabeth Frederica Kruseman van Elten. Dochter van Hendrik Dirk Kruseman, maar daarover later. Elisabeth uh, Frederica Kruseman van Elten is geboren 1876 in New York en zij heeft haar kunst... Uh, studie afgerond in Parijs in uh, 1897 en is daar uh, gebleven. Waarschijnlijk is het portret van Frederik Hendrik Pont uh, gemaakt in Parijs. We zijn er nog niet achter op welke wijze die opdracht gegeven is, maar het kan niet door de uh, geportretteerde zelf geweest zijn. Die is in 1886 overleden en Elisabeth moet toen ongeveer tien jaar geweest zijn. En dat is niet waarschijnlijk. Uh, we houden het dus bij de constructie dat de foto uit 1875, de foto uit de grote kerk, dat die de basis is geweest waar uh, het schilderij van gemaakt is. Kort na de eeuwwisseling ontmoeten ze een dierenarts, een zekere Albert Dupré, en ze is met hem getrouwd. En op een veel later tijdstip zijn ze in Algiers gaan wonen. De vader van uh, Elisabeth Frederica Kruseman van Elte, Hendrik Dirk, werd in 1829 geboren in Alkmaar. Als oudste zoon was hij de, de aangewezen persoon om ook in het notarisvak te treden, maar dit werd hem kwijtgescholden door zijn ouders uh, wegens zijn zwakke gezondheid en hij mocht in plaats daarvan een schildersopleiding volgen. Dat heeft hij gedaan bij Cornelis Lieste in Haarlem. En uh, niet uh, zonder succes. Hendrik Dirk uh, neemt vanaf het moment dat hij uh, het schilderen oppakt uh, ook de naam van zijn moeder, Kruseman, aan en heet vervolgens uh, Hendrik Dirk Kruseman van Elten. Hendrik Dirk gaat vervolgens in 1867 naar New York. Om daar uh, zich te vestigen met enkele vrienden in een, uh, uh, een, een studiegebouw. En hij heeft op dat adres uh, in New York vele jaren, 30 jaar, uh, zijn uh, kunst uh, bedreven. En uh, dat heeft hij met veel succes kunnen doen. Hij is een gerenommeerde etcher en, uh, en schilder in uh, Amerika geworden. Um, het leek vanzelfsprekend dat uh, Elisabeth, de dochter, uh, dus in de voeten van uh, vader zou treden. En uh, vader heeft haar dan ook zo'n 21 jaar lang het, uh, de, de fijne kneepjes van de schilderkunst uh, bijgebracht. Uh, vervolgens is het hele gezin verhuisd in 1897 naar Parijs. Hendrik Dirk wordt in 1829 uh, in Alkmaar geboren. Uh, hij is de oudste zoon van notaris van Elten. en Zijn moeder is uh, bepaald ook geen onbekende, want die was een teller uit de beroemde kunstenaarsfamilie Kruseman. Die we kennen van Cornelis Kruseman en Jan Adam Kruseman en nog vele anderen. Hendrik Dirk is in 1874 getrouwd met een Nederlandse dame, eh, namelijk Maria Rudolfa Westerman-Holstein. Het echtpaar is vervolgens weer naar New York teruggegaan en ze hebben zich daar gevestigd in, de, in een appartement op de Fifth Avenue. Waarschijnlijk om de kunstenaarsopleiding van eh, dochter Elisabeth eh, met succes te voltooien, is het hele gezin in 1897 verhuisd naar Parijs. Daar is men gaan wonen in de Rue d'Azas, nummer 100. En dat is het tegenwoordige huis van uh, museum Zatkin. In de buurt van uh, die woonsteden uh, in Parijs... was ook een, een kunstbenodighedenwinkel... Uh, uh, van Lefebvre Fournet. En daar heeft men, dat hebben we kunnen zien aan een stempel achter op het doek, daar heeft men het lege doek gekocht voor de vervaardiging van het schilderij van Pont. Toen we er eenmaal achter waren wie de geportretteerde op dit schilderij was en wie het schilderij vervaardigd heeft, toen hadden we twee goede redenen om het onmiddellijk te laten restaureren. Het was in die Jaren dat het in ons depot heeft gestaan, uh, nogal, uh, nogal in een gehavende toestand uh, achtergebleven. En uh, ja, het bleek dus dat we een echte Kruseman in huis hadden. En het bleek ook van een voorname Edammer te zijn. Vervolgens uh, hebben we met dit schilderij een verzoek ingediend bij de stichting Cornelis Kruseman in Den Haag. Die. Uh, tot een van haar doelstellingen rekent: uh, de, uh, de schilderijen van uh, Cornelis Kruseman in eerste instantie en zijn schilderende familieleden uh, te doen, restaureren en in uh, goede staat weer uh, een tweede leven te gunnen. Uh, we hebben een aanvraag ingediend, en die is gehonoreerd, en deze stichting heeft uh, ons in staat gesteld. Uh, door een substantiële bijdrage het schilderij te laten restaureren. Toen moest er uiteraard nog een lijst om het schilderij heen en uh, daarvoor zijn we terechtgekomen bij uh, Geringen en Heiderijk in Amstelveen. En dat werd mogelijk gemaakt door een uh, donatie van de vrienden van het Edams Museum.